zit nu lekker in de visagie. Is dat een rustmomentje voor jou, zo vlak voor dat het programma begint? Nou, eerlijk gezegd heb ik nog geen rustmoment gehad vandaag. Ik stond op met ontzettend veel zenuwen. En die zijn er eigenlijk de hele dag door wel. Omdat het gewoon, ja, vanavond is het zover. En je kan niet meer terug. Nee, je kan niet meer zeggen van ik doe het nu? Nee, dat wil ik ook niet. Ik vind het hartstikke leuk. Alleen het blijft gewoon heel spannend. Het is natuurlijk iets heel nieuws. En elke sprong die je maakt, blijft ook gewoon heel spannend en nieuw. En dat dan met camera's, in het donker, met lichten, met publiek. Ja, dat maakt het extra spannend natuurlijk. Ja, en kun jij ons vertellen wat het nou zo spannend maakt? Want we horen van iedereen, het is heel spannend en je zit daar en die balk loslaten. Maar wat maakt dit nou zo ontzettend spannend? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen het natuurlijk al gezegd hebben. Je zit best wel op een aardige hoogte. Je zit op een balk. En je weet wat je moet doen, alleen het is iets totaal nieuws, voor mij in ieder geval. Kijk, als danseres weet ik heel goed hoe ik mezelf moet opvangen, wat ik kan doen om dingen te verbeteren en ergens op terug te vallen. Maar dit is zo extreem, dat het loslaten van die balk, dat is echt het moment dat je gewoon, je moet jezelf overgeven. En dat is gewoon, je gaat en vertrouwen erop dat het goed gaat, maar dat maakt het wel heel eng. En ja, als je hoogtevrees hebt, denk ik dat het helemaal verschrikkelijk is. Dat heb ik gelukkig niet. Maar toch, elke sprong die ik maak, zit ik bovenaan en denk ik, oh, waar ben ik aan begonnen? Ja. Dus het is echt eigenlijk elke sprong weer gewoon een gevecht met jezelf, als ik het goed begrijp ook. Ja, sowieso. Het is best wel een struggle, want je wilt wel. Alleen, soms denk je dat je eigenlijk iets heel goeds doet en dan val je weer. En dan denk je, wat heb ik in godsnaam verkeerd gedaan? Dus dat is wel echt heel vervelend. Alleen als het goed gaat, dan geeft het je echt een kick. Dat is elke keer weer. Maakt niet uit of het nou van weet ik hoeveel meter is, of 30 of 70, wat dan ook. Het geeft je zo'n kick. Het is elke keer een overwinning. En dat is denk ik waardoor we wel doorgaan.